Je hebt verschillende enterotypes. We hebben enterotype 1, 2 en 3. En die groepen, dat zijn eigenlijk een soort van families. En daaronder vallen verschillende soorten bacteriën. Ik kan je broertjes en zusjes noemen. Maar die familiegroepen, die bacteriegroepen, die eten een bepaald soort macronutriënt. Dan hebben we de Bacteriodetes, de Provotella en de Ruminococcus. En als we bijvoorbeeld de Provotella eruit pakken, dan is dat een bacteriegroep die voornamelijk vezels verteert. Maar ook bijvoorbeeld koolhydraatrijke bronnen, zoals glutenhoudende granen. En wat je daarin ziet, als zo'n bacteriegroep te veel schreeuwt aan tafel, dat je het probleem krijgt dat we bijvoorbeeld met reumatische klachten te maken krijgen. Dus het probleem verschuift zich dan in een groep die eigenlijk te veel te zeggen heeft aan de keukentafel. En uiteindelijk de uiting geeft van reuma. En dit is hoe je met de enterotypes kan kijken in welke groep jouw klant valt en wat je daar dus mee kan doen.